springt er zo in hoor. Ja, dat denk ik wel. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. We zijn in Akrum en het is niet zo mooi weer, maar we gaan wel weg. We gaan de haven wel uit. En ik heb Ronk al uitgelaten hier en dit keer bleef ik droog. Romke heeft zijn zwemvest alweer om. Chris is al bezig alles klaar te maken voor vertrek. En dan gaan we zo weg. En wij wachten voor de brug. Die gaat nu open voor ons. We schelen net 15 centimeter als we de lampen erop hebben. Hij moet even open. Anders zouden we de lampen eraf moeten halen. Zo, we zijn gearriveerd. Wel aan het open vaarwater en het waait hard. Dus we liggen wel een beetje. We liggen niet op lage wal, we liggen wel met de neus in de wind. Maar het is toch een beetje heen en weer stuiteren. Chris heeft geloof ik 5 touwen vastgemaakt nu. Dus we liggen redelijk stabiel. En we gaan even lekker een bakje koffie doen. Een plakje cake erbij. En we gaan proberen of we bij de klokkenstoel kunnen eten vanavond. Dat is die kant uit, gewoon grijp. Dus even een stukje lopen vanavond in het donker. Zaklampjes mee. Maar ja, dit weer is het nu. Het is vrij golverig. Ja. Het is niet super koud. Het jasje mag wel aan, maar hierachter ligt ook een boot. Daar heeft Ronk al kennis gemaakt met een collie. En dat ging redelijk goed. Ze kijken elkaar wel wat boos aan, maar ze hebben elkaar nog niet aangevallen, laat ik het zo zeggen. Het is gaan even proberen te reserveren. Zo rond een uur of 7, half 7. Was dat? Ja, is prima. Half 7, nou is goed. En ik neem een hond mee, mag dat? Oké, okay. Het is gewoon binnen, hè? Binnen, hè, is dat? Uurtjes verder. Even lekker zitten lezen. Op de wal zitten kan niet, daar waait het te hard voor. Nou, we lopen richting restaurant. Krekels, hoor je het? Hier zitten krekels. Net op vakantie zijn. In Spanje, Frankrijk hoor je dat altijd. Maar we gaan richting restaurant nu. En het wordt straks als we terugkomen, als het een beetje donker begint te worden, wordt het een hele beproeving, want het is een al hult en bult hier. Daar is Gwangi. Gewoon grijp. Ik zeg iedere keer Gwangi. Gewoon grijp. Gwangi. Daar gaan we eten. Ja.
Daar komt het pontje weer. Kijk nou, mooi. Ik heb de boot ook nog even. Huh? Ja. Nou, we hebben gegeten. En het was verrukkelijk. Alleen, we vonden het wat weinig. Ik ben niet echt een grote eter, maar het viel heel erg tegen qua hoeveelheid. Niet veel bij, ja. En dan ik had chocolademousse. Nou, dat is volgens mij één klein drolletje. Klein. En hadden ze me die grote stukken chocolade eroverheen gegooid. Nou, je moest die chocolademousse echt zoeken. Dus smaak was wel goed. Ik had vis voor die tijd met een lekkere soort terrine van tomatenachtig iets. Dat was heerlijk. En pompoensoep vooraf was ook lekker. Maar het was allemaal net. We hebben niet zoiets van, goh. Nee. Voor de prijs? Ja. Goed dat Geline niet bij was. Nee. Dus we lopen nou terug en ik moet die camera uitzetten, want het is hulter en bulten hier. En het is donker. Hij filmt goed in donker trouwens. Kun je dat zien dan? Omdat ik mezelf toch zie. Ja, wij waren weer terug. Door het donker heen met de lampjes. Even uitbuiken, nou dat valt wel mee. Het was ook niet coronaproof daar. Het was druk. Ja, zachtjes uitgedrukt. We zaten niet anderhalve meter uit elkaar van andere tafeltjes af. Er waren heel veel toeristen. We zijn hier wel eens geweest voor een lunch. Dat is perfect. Of een borreltje. En dat was allemaal heel leuk gezellig. Het is ook een heel leuke, hele leuke locatie. Prachtig, daar wil ik niks van zeggen. Maar dit zal wat te maken hebben met inhalen van de corona. Hè, dat ze dicht zijn geweest. Want het was met dat restaurant in Akrum ook zo. Daar waren we ook heel tevreden over. Totdat we na corona daar weer gingen eten. En het was ook heel weinig en heel duur. En heel anders als anders. Dus ja, dat zal wel een beetje zijn. Dat zal wel meespelen. Nog even wat drinken en dan straks lekker op bed. Denk, hoe laat is het? 9:30. Bijna 9:30. Dus. En het is nu windstil. De wind is echt gaan liggen nu. Daar ben ik wel blij om. Maar vannacht schijnt die weer te komen, de wind. Dan gaan we weer schommelen. Eén grauwe, grijze massa. Waar is het zonnetje nou, wat beloofd is? Het zou een zonnige dag worden vandaag. 20 tot 25 graden. Lekker geslapen, schat? Ja. Dat is mooi. Een zwaluw hier. Ik weet niet of ik ze kan filmen. Goedemorgen, het is zondag vandaag. Het is een beetje grijs en de wind is gedraaid die kant uit, dus dat is wel gunstig. Het waait niet zo hard als gisteren. Dus we liggen nou niet te stampen, niet te stuiten als gisteren. De temperatuur is lekker, hè? Een temperatuurtje is wel lekker, ja. Wat? 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 Blauw. Blauw, ja, het gaat een beetje openbreken. Ja, we werden wakker. Het was alles grijs en donker hier. Ik heb het volgens mij ook horen regenen vannacht. Nee, jij sliep. Ja. Het
heb je meestal als je slaapt, dan hoor je de regen niet. Nou, het wordt nou wel wat blauwer hier aan deze kant. We gaan het heel optimistisch bekijken. Het zou 20 tot 25 graden worden. Ik zie het nog niet gebeuren, maar wie weet. Morgen. Morgens van het werk zijn, denk ik, ja. Nou, ik zal even dronken uit. En ik zie mijn buurman hier zwemmen. Die zit bij ons in de jachthaven. Die is dat hele stuk al uitgezwommen. Ik denk dat hij al een half uur weg is. Een soort Maarten van der Weijden. En de buurvrouw gaat nou ook zwemmen. Die liggen hier achter. Die zeilboot ligt in Akkrum bij ons in de haven achter ons. En die man die is een soort Maarten van der Weijden. Zo'n zwemmer met helemaal met zo'n brilletje op. En een zo'n badmuts op. Ik laat Romke even uit. Dat is mijn taak, want ik heb laarzen aan boord. Chris niet. Het is nog allemaal nat en vochtig. Ja, die tijd die krijg je nu weer. Hè? Beetje herstig. Alles was ook beslagen vanmorgen. Alles was klam. Gisteravond al toen we naar bed gingen was alles klam. Ja, een beetje het eind van het seizoen. Ja, jammer hoor. Daar ligt de boot. We zijn even een eindje gaan lopen. Rompjes kom. Ik heb een natte voeten. Romp komt even drinken. We hebben een eindje gelopen even. Het is een enorme jacht hier aan die steiger. Weer terug. Het is lekker weer nu. Het zonnetje schijnt, alleen het blijft zo hard waaien en we lagen er toch een beetje te deinen en dan wordt het misselijk en nee, we moesten toch zo weer terug. Het is nu 4:15 en dan gaan we naar huis. Vandaag is het dinsdag. Ik ben net terug uit mijn werk. Ik was op het fietsje en het is bloedheet. Het is gewoon warm. Ik was eventjes gaan eten en ondertussen even stukjes van mijn weekendvlogs aan het editen. En ik kwam erachter dat ik wel heel veel beelden had. En zonder om al te veel weg te knippen. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak er toch maar een weekendvlog van. Dus ik wou de vlog maar afsluiten, deze weekendvlog. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Steek even dat duimpje omhoog als je dacht van jeetje, dit was een leuke vlog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Druk dan ook even dat blauwe belletje. Dan blijf je op de hoogte van wat ik online zet. En dan wens ik iedereen een fijne week nog, fijn weekend nog. En graag tot de volgende vlog. Doei doei!